Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Ajax bevindt zich in een turbulente storm van onzekerheid en kritiek. Het is een tijd waarin twijfels de boventoon voeren, waarin fans zich afvragen of de glorie van weleer ooit zal terugkeren. Maar te midden van deze onrust staat Francesco Farioli, de Italiaanse hoofdtrainer, als een rots in de branding. Zijn woorden zijn niet alleen een oproep tot geduld, maar een krachtige boodschap van hoop en vastberadenheid. We zijn aan een reis begonnen, en zegt hij met overtuiging. Een reis die niet eenvoudig is, maar die ons sterker zal maken als we de moed hebben om door te zetten. Farioli weet als geen ander dat groei nooit zonder pijn komt. Iedereen wil de moeilijke momenten overslaan. En geeft hij toe, en maar juist deze momenten definiëren wie we zijn. Ze bouwen onze veerkracht, onze vastberadenheid, ons karakter. Het pad naar succes is nooit recht, en dat is wat deze reis zo waardevol maakt. Wat nu telt, is niet het vallen, maar hoe we samen weer opstaan. De afgelopen weken waren zwaar, dat ontkent hij niet. Verliezen, kansen weggeven, kritiek van alle kanten. Het is een cocktail van uitdagingen die elk team kan breken. Maar Farioli kiest voor een ander perspectief. Kijk naar de feiten, en benadrukt hij: Ja, we hebben een dip gehad, maar laten we niet vergeten: in vijf of zes wedstrijden daarvoor kregen we geen enkel schot op doel. De lat ligt hoog en dat is goed, maar we moeten realistisch blijven. Dit is een proces en processen hebben tijd nodig. Naast de fysieke belasting speelt ook de mentale druk een rol. Ajax heeft meer wedstrijden gespeeld dan veel andere clubs. En dat laat zijn sporen na. Toch laat Farioli geen ruimte voor negativiteit. In onze kleedkamer is er geen plaats voor pessimisme, en zegt hij met een vastberaden blik. We hebben zelfs een woord verboden en wie het gebruikt, krijgt een boete. Dat is hoe we onze focus beschermen, hoe we onze innerlijke kracht blijven voeden. Farioli's woorden raken diep. Hij spreekt niet alleen als een coach, maar als een visionair die verder kijkt dan de huidige resultaten. Dit zijn de momenten waarop kampioenen worden geboren, en zegt hij met een stem die de hele zaal vult. Het is gemakkelijk om te winnen als alles goed gaat. Maar als het moeilijk wordt, als alles tegenzit, dat is wanneer de ware grootsheid zich toont. Dit is geen tijd om op te geven, maar om onze wil te versterken en onze grenzen te verleggen. Wat hem onderscheidt is zijn transparantie. Naar buiten toe is hij strategisch, maar binnen de kleedkamer is hij niets minder dan eerlijk. Wat ik zeg tegen de media, zeg ik ook tegen mijn spelers. Geen spelletjes, geen verborgen agenda's. We moeten onze beperkingen erkennen, maar we moeten ze ook overwinnen. Hoe we tegen AZ eindigden met vechtlust, met passie, dat is de houding waarmee we elke wedstrijd moeten ingaan. Fariolis boodschap gaat verder dan voetbal. Hij spreekt over veerkracht, over dromen, over de kracht om te blijven vechten, zelfs als alles verloren lijkt. Deze reis is geen sprint, er besluit hij. Het is een marathon. Ajax bouwt niet alleen aan een team, maar aan een toekomst. Dit is een test, een vuurproef, en we zullen sterker uit deze strijd komen. Met elke zin bouwt Farioli aan een fundament van hoop. Hij herinnert spelers, fans en iedereen die gelooft in de kracht van doorzettingsvermogen eraan dat de grootste triomfen vaak voortkomen uit de diepste dalen. Want waar de meeste mensen een einde zien. Ziet Farioli een nieuw begin? Ajax staat op het punt om niet alleen een seizoen te redden, maar zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat, zo belooft hij, is slechts het begin van iets groots. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. In een verrassende wending van het voetbalnarratief gonst het binnen de muren van de Johan Cruijff Arena van opwinding en anticipatie. De geruchtenmolen draait op volle toeren met speculaties over een mogelijke terugkeer van de Braziliaanse vleugelspeler Anthony naar Ajax na een indrukwekkende periode bij Manchester United. Zijn potentieel herintreden in de Eredivisie is niet alleen een teken van Ajax ambitie, maar belooft ook een hernieuwde strategische diepgang in het team. Sinds zijn vertrek in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 95 miljoen euro, heeft Anthony zich verder ontwikkeld als een formidabele aanvaller op het hoogste niveau in de Premier League en het internationale toneel. Zijn ervaringen en recente prestaties hebben de interesse van zijn voormalige club gewekt, die gretig lijkt om zijn talenten weer binnen de eigen linies te brengen. De dynamiek en snelheid die hij aan de flanken bracht, waren een sleutel tot Ajax succes in zijn vorige periodes, waarin hij twee Eredivisie titels en een KNVB beker helpt te winnen. Ajax technische staf en management hebben naar verluid al voorbereidende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de speler, in de hoop een deal te sluiten die zowel voor de speler als voor de club gunstig is. Deze interesse is een duidelijk signaal dat Ajax vastbesloten is om hun aanvalsopties te versterken en de diepte van hun selectie te verbeteren voor zowel binnenlandse als Europese competities. Ondanks zijn succesvolle tijd bij Manchester United en zijn opkomst als een ster in de Premier League, blijft de vraag of Anthony open zou staan voor een terugkeer naar Nederland. Zijn recente uitlatingen over geluk en het volgen van zijn dromen suggereren een flexibiliteit in zijn carrièreplanning, wat de deur open zou kunnen zetten voor een emotioneel en strategische reniging met Ajax. Antonis vermogen om de verdediging van tegenstanders te ontregelen met zijn snelle dribbels en scherpe voorzetten, maakt hem een onmisbare aanwinst voor elk team dat op zoek is naar creativiteit en dynamiek op de Vleugels. Zijn tijd bij Ajax heeft reeds bewezen hoe zijn unieke stijl van spelen perfect paast in het directe en aanvallende voetbal dat de club ambieert. Zijn terugkeer zou dus niet alleen een boost geven aan de aanvalskracht, maar ook de tactische flexibiliteit van het team verhogen, waardoor Ajax zich kan aanpassen aan verschillende speelstijlen afhankelijk van de tegenstander. Bovendien heeft Anthony's ervaring in de intens competitieve omgeving van de Premier League hem tactisch rijper gemaakt. Hij heeft aangetoond zowel op de flanken als in een meer centrale rol effectief te kunnen zijn, wat hem een veelzijdige optie maakt voor de technische staf. Zijn vermogen om cruciale doelpunten te maken in grote wedstrijden getuigt van zijn mentale kracht en focus, eigenschappen die hem in zijn eerdere periode bij Ajax al populair maakten onder de fans. De jonge Braziliaan staat ook bekend om zijn werkethiek en toewijding op het trainingsveld, een aspect dat bij Ajax filosofie van continu ontwikkeling en verbetering paast. Zijn terugkeer zou jongere spelers in de selectie kunnen inspireren en hen een levend voorbeeld geven van de successen die bereikt kunnen worden door hard werken en toewijding. Anthony's invloed buiten het veld zou net zo belangrijk kunnen zijn als zijn prestaties op het veld. Met de mogelijke terugkeer van Anthony naar Ajax groeit de verwachting onder de supporters. Zijn flair, gecombineerd met zijn bewezen trekrecord in zowel de eredivisie als internationaal voetbal, belooft spannende wedstrijden en mogelijk meer zilverwerk in de prijzenkast van Ajax. Fans en clubmanagement hopen dat de onderhandelingen succesvol zullen zijn en dat ze binnenkort weer kunnen genieten van Anthony's magische momenten op het Nederlandse gras. Als deze overgang zou plaatsvinden, zou het niet alleen een belangrijke strategische aanwinst zijn voor Ajax, maar ook een boeiend verhaal in de carrière van Anthony, die op jonge leeftijd al zoveel hoogte- en dieptepunten heeft gekend. Het biedt een unieke kans voor de club om hun aanvallende kracht te revitaliseren en opnieuw een stempel te drukken op zowel het nationale als internationale voetbalpodium. Fans en analisten kijken rijkhalsend uit naar de mogelijke ontknoping van deze boeiende transfer Saka. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.